Hallo en welkom in deze tweede vlogmas. Die, zoals jullie zien, gisteren is opgenomen. Wauw, het sneeuwt. Goedemorgen en welkom bij deze alweer tweede vlogmas, maar wel de eerste die echt daadwerkelijk een dag van tevoren is opgenomen. Het is nu dus zondag en morgenavond gaan jullie deze vlog al zien. Zo snel moet ik editen en uploaden, maar wel super leuk, want dan is het met de kerst allemaal heel erg actueel. Trouwens, vandaag is de dag dat er dan ook twee vlogs online komen, want vanochtend is wel gewoon de zwangerschapsupdate online gekomen met de pakjesavond van afgelopen Sinterklaas. Dus zeker ook eventjes die van vanochtend kijken. En ik werd vanochtend wakker en het sneeuwt weer. Als je zag het bij jou een beetje hetzelfde uit die dag. Het sneeuwt vandaag dan echt. Jantje had gelijk. Door de sneeuw met Dexie. Helaas is Jola nog bij de vader. Die wordt zo gebracht. Dus als ze nog op tijd is, dan ga ik met Jola zo ook nog even. Hé, hey, Dex. Dex vindt het helemaal niets. Hij wil gewoon terug naar huis. Loopt hij niet en nu rent hij de hele dijk op. Ja? Ja. Oh. Lekker koud. Ja, raak je natuurlijk niet, anders goed. Het blijft maar doorgaan met sneeuwen. Woehoe! Bart is aan het racen en straks gaat hij ook nog naar een feestje. Dus hij is helemaal niet gezellig vandaag. Kijk, allemaal sneeuw ligt er op het dak. Dat is grappig. Een chocoladeletterstukje. Ik ga zo even eten met Bart. Jola die komt helaas pas thuis na het eten. En Bart moet vroeg eten, want die gaat vanavond naar feestje. Dus wat ik al had verteld. Maar ik ben lekker aan het gaan. Ja, hier achter de computer. Ik heb Apple Motion, Final Cut Pro en Photoshop. Waar ik allebei beter, alle drie beter in wil worden. Dus ik heb het allemaal openstaan, ben tutorials aan het kijken, ik ben allemaal dingen aan het leren. Terwijl eigenlijk zou ik moeten gaan leren voor Transavia, maar daar heb ik geen zin in. Nee, ik vind dit toch eigenlijk wel veel leuker om te doen en veel leuker om dingetjes, nieuwe dingetjes te leren. Dus dat ben ik bij deze aan het doen. Ik heb denk ik mijn nieuwe intro voor 2018 af. Kan zijn dat er nog het een en ander veranderd wordt, maar dit is hem tot nu toe. En wat vond je ervan? Laat het me weten hier beneden. De vlogs zijn toch zo actueel met Vlogmas. Dus morgen komt dit al online. Dus ja, dan kan ik misschien nog wat eraan veranderen. Als jullie denken van nou Disna, misschien moet je dit of dit even anders doen. Dan kan het nog. Ik vind zelf, het moet heel kort zijn. Want het komt elke keer. Het heet trouwens geen intro. Het is een bumper. Het komt elke keer aan het begin van de video's vanaf 1 januari. Dus nu nog niet. Want nu hebben we natuurlijk de kerst intro. Maar hij moet elke keer ervoor komen. Dus ik vind 5 seconden vind ik een mooie tijd. Dat is niet te lang. Weet je wel. Anders wordt het gewoon dat mensen het vervelend vinden om elke keer weer te kijken. Dus het moet kort en flitsend zijn. Een beetje staan voor wat ik wil. Ja. En ik denk dat ik wel echt een beetje mijn smaak heb gevonden. Dus ik ben hier eigenlijk wel heel erg blij mee. Misschien zie je het wel in mijn stijl. Ik wil echt een beetje meer retro-achtige ethische stijl gaan doorvoeren in al mijn edits en al mijn huisstijl en dat soort dingen. Omdat ik daar gewoon helemaal gek op ben. Ik heb dat sinds de films met Marvel en zo en
Suicide Squad, waar begon het mee? Guardians of the Galaxy, waar 1 en 2. Ja, al die dingen waar zoveel dingen terugkomen van de 80's. En ik merk gewoon aan mezelf elke keer weer dat ik het zo vet vind. En mijn ghetto blasters die ik midden in mijn huiskamer heb staan, wat jullie misschien wel eens hebben gezien. Ja, die retro stijl die trekt mij echt heel erg aan. Dus ja, dat maakt me gewoon blij. Dus dat blijf ik dan ook lekker in de vlogs laten zien. La 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 la, we gaan koken met gerookte spekjes. En dat zijn vegetarische spekjes. Maar echt met ei bakken. En dan denk ik dat ik het een beetje roerbak met wat groente er doorheen. En we gaan er wat aardappels bij bakken. Het wordt lekker. Oh ja, en avocado. En er ligt nog steeds een pak sneeuw buiten. Nou, er ligt nu juist een pak sneeuw. Nog meer dan net. Ja, ik vind het echt jammer dat Jola er niet is. Anders was ik gewoon gaan ravotten buiten. Waar komt ze? Straks na het eten. Als jij weggaat. Ik heb een verjaardag vanavond. Ik ga niet meer een feestje zonder mij. Ik zou je heel graag meenemen, schat, maar je wil zelf niet. Dat snap ik ook wel. Alsjeblieft, zeg. Heb je gespeeld in de sneeuw? Ja, ik heb gewoon. Ja? Maar het was best. Best wel koud, hè? Ja. Oké, Jola is er weer. En daarom mis ik je nou altijd zo. Ik mis mijn gekkertje. Gekkertje, ik zit bij mijn ogen anders. Zo, we zijn even samen aan het computeren. Ik zit Big Monkey. Big Monkey vindt Jola leuk om uit te zoeken. Ja, en Simva. Simva kan. Geen reclame is dit hoor. Nee, geen reclame. Nee, en ik ben nog steeds verder met mijn editen. Ik ben vast begonnen met een terugblik van 2017, van het hele jaar. Dat is superleuk, die komt op 31 december, op Oudjaarsdag komt die online. Zo, nou, het is inmiddels 12 uur en ik was van plan om vroeg te gaan slapen, maar dat is niet gelukt. Want ik was heel druk bezig met de video van de flashback naar 2017. En dat was nogal wat. Maar het was heel erg leuk om te doen. Bart was dus stappen en die is net terug. Geen idee waar hij nu is. Volgens mij beneden. Dus ik ga hem roepen en we gaan slapen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlogmas. Tot morgen. Morgen weer om 7 uur 's avonds. En abonneer voor meer. Dankjewel. Doei.